Terwijl Europa gebukt gaat onder de Eerste Wereldoorlog, blijft Nederland buitenschot. Toch kent ons land grote armoede in die jaren. En dat merken ook de leden van het Concertgebouworkest. Was dat in die tijd nou een goed beroep? Kon je daar ruim van leven? Ik zou haast moeten lachen. Niet alleen dat je er niet ruim van kon leven, je kon er helemaal niet van leven. Als je geen lessen bijlessen gaf, dan leed je honger. Wat is een erezaak eigenlijk? Kijk eens even, men vond dit werkelijk heel belangrijk om in dit orkest opgenomen te worden. Dat was een eer. En zowel de muzici als dirigent Mengelberg kijken in het bijzonder elk jaar uit naar de uitvoering van de Matthäus-passion van Johann Sebastian Bach. Ook het publiek komt op Palmzondag graag naar het Concertgebouw. De Matthäus-traditie gaat terug naar de 19e eeuw. Rotterdam krijgt dan in 1870 de eer van die Nederlandse première. De uitvoering vindt plaats in de Oude Doelen. Maar de echte traditie begint met Willem Mengelberg. Op Palmzondag 1899 in het Concertgebouw. Want vanaf dan voert Mengelberg ieder jaar de Matthäus-passion uit. En hij pakt het groots aan. Koren van 450 mensen zijn geen uitzondering. Zijn uitvoering houdt de gemoederen nog steeds bezig. Meesterlijk uitgevoerd in technisch opzicht. Dat is ongeëvenaard, vind ik. Maar ik kan er niet meer tegen muzikaal. Nee, niet meer. Nee. Maar hoe vond u het in de tijd toen u het hoorde? Nou, toen ik het voor het eerst hoorde, was ik al zo bekeerd dat ik het afschuwelijk vond. Even with these portamenti, which nowadays are so much regarded with criticism, saying that they are so tasteless, so almost vulgar, out of time, out of the century. I can care less about this criticism. I was fascinated. I wanted to know more about it. De Mengelberg bekommerde zich überhaupt niet om de omstandigheden waaronder Bach uitgevoerd heeft. Hij kocht de partituur en beschouwde die alsof het een modern werk was. Dus hij voerde het uit met de middelen die hem tot beschikking stonden. Het publiek komt in ieder geval in grote getalen naar het Concertgebouw om de Matthäus-passion te horen. Mensen betalen zelfs zogenaamde kruiers om voor ze in de rij te staan voor een kaartje. De Nederlandse passie voor de Matthäus duurt tot op de dag van vandaag voort. Zelfs anno 2013 klinkt de Matthäus nergens ter wereld zo vaak als in het Amsterdamse Concertgebouw.